Dit is deel 2 van college 4. In dit gedeelte gaan we praten over hoe wij een eerste indruk vormen als wij iemand voor het eerste keer zien. En dit staat eigenlijk centraal in het thema van sociale perceptie. En sociale perceptie gaat echt over het vormen van indrukken en het trekken van conclusies over mensen. En in dit gedeelte gaan we praten over wat er gebeurt met ons als we alleen maar blootgesteld worden aan een foto van iemand. Of hele korte beelden zonder dat wij nog een interactie hebben met deze mensen. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan, naar hoe snel we oordelen vormen. En een van mijn favoriete onderzoeken is uitgevoerd in 2006 door Willis en Todorov. En zij wilden weten hoe snel dit eigenlijk gaat, dat impression formation. Dus hoe snel wij een indruk vormen van een persoon die wij zien op een foto. En wat zij deden was hun proefpersonen achter een computerscherm zetten en ze heel kort blootstellen aan verschillende foto's. En dat was zo kort dat in sommige groepen was het maar 1/10 van een seconde. 100 milliseconden is echt supersnel. Sommige groepen keken een halve seconde naar een foto en de laatste groep 1 seconde. Wat nog steeds niet heel erg snel is. Nou, om je een idee te geven hoe dit gaat, wil ik je uitnodigen om nu heel goed naar het scherm te kijken. En ik zal jullie heel snel een foto laten zien en daar vervolgens wat vragen over stellen. Oké, hou je ogen op het scherm. Daar komt hij. Nou, als het goed is, heb je een foto gezien. En mijn vraag aan jullie is nu, hoe betrouwbaar denk je dat deze persoon is? Er zijn geen goede of foute antwoorden. Natuurlijk, je kent deze persoon niet, dus je weet het juiste antwoord niet. Maar wat zou jouw inschatting zijn? En als je die inschatting hebt gemaakt, hoe zeker ben je dan van je antwoord? Dit waren precies de vragen die Willis en Todorov ook aan hun deelnemers stelden. En zij waren benieuwd hoe snel mensen een oordeel hadden gevormd en of dat verschilde tussen die verschillende groepen. Nou, dit zijn de resultaten. En wat je hier ziet is eigenlijk min of meer een rechte lijn. Dus het maakte eigenlijk niet uit of mensen nou 100 milliseconden naar een foto hadden gekeken of 1 seconde. Later hebben ze dit onderzoek opnieuw gedaan en hebben ze ook deelnemers gezegd dat ze zo lang als ze wilden naar de foto mochten kijken. Maar dat maakte helemaal niks uit. Het oordeel bleef gelijk. Dus ja, binnen 1/10 van een seconde hebben wij ons oordeel al gevormd. En vervolgens veranderde dit niet meer. Het enige wat wel veranderde was hoe zeker mensen waren van hun antwoord. Hoe langer ze mochten kijken naar de foto, hoe zekerder ze werden van hun antwoord. Nou, dit is best wel indrukwekkend, toch? Dat je zo snel al je mening hebt gevormd zonder dat je iemand kent. Alleen maar op basis van een foto. De vraag is natuurlijk, heeft dit vervolgens ook gevolgen voor je gedrag? Nou, inmiddels, college 4, denk ik dat je wel weet wat daarop het antwoord is. Nou, deze vraag stond ook centraal in een onderzoek wat is uitgevoerd in 1977, dus al heel wat jaartjes geleden. Maar nog steeds heel erg relevant, ik vind het een heel mooi onderzoek. Snyder nodigde zowel mannen als vrouwen uit, allemaal studenten, om deel te nemen aan zijn onderzoek. En hij maakte willekeurige combinaties van een man en een vrouw. Nogmaals, deze mensen kenden elkaar niet, ze zagen elkaar ook niet, ze waren in aparte ruimtes. En de opdracht was heel simpel, de man kreeg de taak om de vrouw te bellen. En voordat hij haar ging bellen, kreeg hij wat informatie, bijvoorbeeld haar naam, misschien wat andere achtergrondinformatie. En, nu komt het cruciale onderdeel, hij kreeg ook een foto te zien. En die foto, die was helemaal nep. De helft van de deelnemers kreeg een foto te zien van een vrij aantrekkelijke dame. En de andere helft kreeg een foto te zien van een minder aantrekkelijke dame. De foto die je overigens nu op het beeld ziet, dat zijn niet de echte foto's die gebruikt zijn. Die heb ik niet. Dit zijn foto's die door de computer gemaakt zijn. Dit zijn geen echte mensen. En ze zijn gemaakt op basis van de wetten van aantrekkelijkheid. Waarbij de foto aan de bovenkant dus in de regel aantrekkelijker wordt gevonden dan de foto aan de onderkant. Maar goed, los hiervan. Die man ging dus bellen naar de vrouw. Beetje informatie en een nepfoto. En vervolgens is de vraag, hoe liepen die gesprekken? Wat is jouw verwachting? Hadden ze andere gesprekken als ze een andere foto hadden gezien? Nou, ik neem aan dat je antwoord inmiddels ja is. Die gesprekken verliepen anders. En dat bleek ook. Er werden korte gesprekken gevoerd, die werden opgenomen. En achteraf werden die beoordeeld door onafhankelijke raters. Die eigenlijk alleen maar letten op het gedrag van ofwel de man ofwel de vrouw. En ze keken dus naar vriendelijkheid eigenlijk. Hoe positief is iemand, hoe aardig is iemand tegen de ander. En sommigen letten dus op het gedrag van de man en anderen op het gedrag van de vrouw. En ze keken eigenlijk of er verschillen was tussen de groepen. Dus hoe verliepen de gesprekken? Nou, als een man ging bellen met een vrouw en hij dacht dat zij aantrekkelijk was, was hij heel erg aardig. Surprise, surprise, niet echt. Dus hij was aardig en vervolgens die vrouw die geen idee had van die foto, van die nepfoto, die reageerde gewoon op die man en die reageerde dus ook aardig terug. Terwijl als de man ging bellen met een vrouw waarvan hij dacht dat ze minder aantrekkelijk was, was hij minder aardig. En die vrouw had geen idee van de foto, maar reageerde op de toon van de man en reageerde dus ook onvriendelijker. Dus puur en alleen op basis van een foto die je van tevoren hebt gezien, die achteraf nep bleek te zijn, passen we ons gedrag aan. Dus dit is opnieuw een voorbeeld van een self-fulfilling prophecy. Jouw verwachting over iemand zet jouw gedrag in gang en dat stuurt ook het gedrag van de ander. Zelfs als een foto nep is, dus zelfs als je achteraf hoort, hey, die informatie was helemaal nep, die foto die je hebt gezien klopt helemaal niet, blijft zo'n oordeel toch hangen. Wij vinden het heel erg moeilijk om rekening te houden met het feit dat informatie onjuist was en om alsnog ons beeld dan aan te passen. Nou, in dit onderzoek werd dus al duidelijk dat aantrekkelijkheid een rol speelt. En dat is ook zo, ja, eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Mensen die aantrekkelijk zijn, hebben in de regel leukere gesprekken. Omdat mensen gewoon aardiger zijn tegen ze. Ze doen meer hun best om vriendelijk te zijn. En dat heeft uiteraard tot gevolg dat aantrekkelijke mensen een betere kans hebben op de liefdesmarkt. Ze hebben meer aanbidders en aanbidsters dan minder aantrekkelijke mensen. Dat is misschien nog wel een beetje logisch. Maar het blijkt zelfs dat die voordelen van aantrekkelijkheid veel verder gaan. Zo blijkt dat aantrekkelijke politici meer stemmen krijgen. Dat aantrekkelijke sollicitanten meer salaris krijgen. Dus als je gaat solliciteren voor een baan, heb je een grotere kans om de baan te krijgen als je aantrekkelijk bent. En vervolgens krijg je ook nog eens meer salaris aangeboden dan minder aantrekkelijke mensen. 5% meer dan iemand die gemiddeld is in aantrekkelijkheid. En zelfs 14% meer dan iemand die, vergeleken met iemand die echt lager scoort op het gebied van aantrekkelijkheid. Nou, tot slot is het zelfs zo dat aantrekkelijke criminelen minder snel naar de gevangenis gaan en ook lagere straffen en boetes krijgen. En dit heeft allemaal te maken met een soort vooroordeel wat er is over aantrekkelijke mensen. Dit wordt ook wel het halo-effect genoemd. En dat kan je een beetje samenvatten als het wat mooi is goed stereotypen. Dus als mensen aantrekkelijk zijn, dus een positieve eigenschap hebben, ja, aantrekkelijkheid is nou eenmaal, wordt gezien als iets positiefs, dan denken wij, onterecht, dat die persoon ook nog wel andere positieve kenmerken zou hebben. Dus dat die persoon ook wel aardig zal zijn, ook wel competent zal zijn. Dus dat is gewoon een heel groot voordeel van mooie mensen in het leven, dus op heel veel verschillende niveaus. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om hier bewust van te zijn. Dus, want we hebben nu inmiddels vrouwenquota bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en in de wetenschap, dat meer vrouwen kansen moeten krijgen en dat vind ik heel positief. Maar dit is ook een factor die echt van belang is. En dat is natuurlijk gewoon pure discriminatie ten opzichte van mensen die minder aantrekkelijk zijn. En helemaal onterecht, want dat heeft uiteraard helemaal niks te maken met je daadwerkelijke competenties. Nou, waar komt dat vooroordeel nou vandaan? Hoe kan het nou dat wij zo dol zijn op mooie mensen? Nou, dat heeft verschillende redenen. De eerste is dat die voorkeur lijkt al enigszins aangeboren te zijn. Zo blijkt uit onderzoek bij pasgeboren baby's, baby's van nog maar een paar dagen oud, dat die een voorkeur hebben om te kijken naar gezichten van mensen die aantrekkelijk zijn. Dus mooie gezichten, daar kijken ze langer naar dan minder aantrekkelijke gezichten. Dus als jij een baby op schoot hebt en die blijft maar in je ogen kijken, nou, dan kan het best wel zijn dat die baby jou heel erg mooi vindt. Dus het is in zekere zin aangeboren, maar het is ook aangeleerd. Want als wij opgroeien, dan worden we ook blootgesteld aan allemaal bevestigende informatie. Kijk maar eens naar Disneyfilms. Hier zie je een selectie van Disney-prinsessen. Wat valt je op? Nou, ze zijn allemaal gewoon verschrikkelijk knap. En hier zie je de slechterikken van Disney. Nou, die zijn toch een stuk minder aantrekkelijk te noemen. Dus dit idee van wat mooi is goed, wordt ook voortdurend bevestigd in bijvoorbeeld films die we kijken. En niet alleen in Disney-films, maar ook in Hollywood-blockbusters. Ga maar eens opletten. Heel vaak, de goeie, die is knap, die ziet er heel erg mooi uit. En de slechterikken, die hebben iets in hun gezicht bijvoorbeeld. Zijn mismaakt of misvormd of hebben een litteken. Of zijn gewoon op andere vlakken minder aantrekkelijk dan de goeie. Nou, nu hebben we het gehad over aantrekkelijkheid. Dat is dus één factor, een belangrijke factor. Maar ik wil ook nog even opmerken dat op het moment dat wij informatie aangeboden krijgen over iemand, dat we nog veel meer zien dan alleen maar iemands uiterlijk. Bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk iets wat we tegenwoordig heel vaak en heel graag doen, is iemand googlen voordat we iemand gaan ontmoeten. En stel je voor, je gaat mij googlen, dan kan je bijvoorbeeld mijn LinkedIn-profiel zien. Nou, dan zie je een foto van hoe ik eruit zie. Daar kan je dus al meteen dingen uit afleiden van bijvoorbeeld mijn persoonlijkheid. Maar je ziet ook nog heel veel meer informatie. Informatie bijvoorbeeld over mijn leeftijd, mijn nationaliteit, etniciteit, mijn geslacht. En al die stukjes informatie kunnen bepaalde stereotype beelden activeren. En je kan dus al een heel beeld vormen van hoe iemand is, puur en alleen op basis van hele korte stukjes informatie die je bijvoorbeeld online vindt. Ja, wat dus van alles in gang kan zetten over die uiteindelijk die verwachtingen weer gaan bevestigen. Wij lezen dus iemands persoonlijkheid af aan de hand van foto's. Maar we doen nog meer. We kijken namelijk niet alleen maar naar persoonlijkheid, we kijken ook naar emoties. En mensen zijn echt experts als het gaat om het ontrafelen en het zien van emoties bij anderen. Dat zei Charles Darwin al toen hij zijn evolutietheorie opstelde. Dat de primaire emoties, er zijn 6 primaire emoties, op het gezicht kunnen worden overgebracht. En dat alle mensen die kunnen encoderen en decoderen. En met encoderen betekent dat wij de emotie kunnen weergeven. En decoderen wil zeggen dat we die emotie kunnen herkennen. Nou, hier zie je de 6 basisemoties die mensen kunnen vertonen. Als het goed is, kan jij deze emoties ook allemaal herkennen. Je ziet bijvoorbeeld hier boosheid in het gezicht. Je ziet verrassing, angst, walging, verdriet, blijdschap. En deze emoties zijn allemaal heel goed te lezen, al zijn het hele oude foto's. Dit zijn de originele foto's ook van het onderzoek wat hierna gedaan is. En we hebben uit onderzoek is gebleken dat mensen in allerlei verschillende culturen deze foto's kunnen herkennen en deze emoties die getoond worden zowel kunnen laten zien als dat ze die emoties kunnen herkennen bij anderen. Dus dit is iets wat wij evolutionair gezien echt hebben geleerd. Dat is ook heel erg belangrijk voor de mens, want als jij bijvoorbeeld ziet dat iemand boos is, dan kan je anticiperen op zijn of haar gedrag. Dus als jij een boos iemand, dan wil je misschien een beetje met een boog omheen lopen. En dat is evolutionair gezien best wel handig. En als iemand verdrietig is, dan wil je er juist naartoe om iemand te troosten en iemand te helpen. Dus die emoties zijn echt heel erg belangrijk voor de mens. En daarom zijn we er ook zo goed in om die emoties af te lezen. Het is wel belangrijk om nog een kanttekening daarbij te plaatsen, want het is dan wel zo dat iedereen over de hele wereld die emoties kan lezen en laten zien. Maar dat wil niet zeggen dat we ze in alle culturen ook laten zien. Er zijn namelijk verschillende manifestatieregels afhankelijk van cultuur. Zo is het bijvoorbeeld zo dat in Japan het eigenlijk heel erg onbeleefd is om negatieve emoties überhaupt te laten zien. Dus als jij verdrietig bent of je bent boos, dan moet je dat niet laten zien, dan moet je dat verbergen. Dat is nou eenmaal de regel daar in Japan, dat het onbeleefd is om dat te laten zien. En in de westerse wereld, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is het bijvoorbeeld voor mannen eigenlijk not done om verdriet te laten zien. Terwijl het voor vrouwen wel weer heel normaal is om te laten zien. Dus er zijn ook verschillende regels voor mannen en vrouwen in verschillende culturen. Dit worden manifestatieregels genoemd. Nou, we hebben in dit gedeelte van het college dus gezien dat zelfs voordat er nog maar een woord gesproken is, er toch al heel veel gecommuniceerd is, puur en alleen op basis van hoe wij mensen waarnemen en de eerste indruk die we vormen van anderen.